Hallo allemaal, welkom bij mijn eerste online les via dit platform. De omstandigheden zijn een beetje vreemd, maar des te belangrijker is het dat we yoga blijven doen. Dus ik ga jullie vandaag meenemen in een full practice, een iets verkorter als normaal. Maar we gaan wel echt de meditatie doen en dan een beetje opwarmen, een korte flow en dan ook lekker ontspannen met z'n allen. Dus pak je mat erbij, trek iets aan waar je lekker in kan bewegen en dan gaan we aan de slag. Kom zitten op je mat. Als je het lastig vindt om netjes rechtop te zitten, dan kan je er ook voor kiezen om te gaan liggen. Het is belangrijk dat we de energie vrij kunnen laten stromen. Dus een natuurlijke rug als je heel erg hangt, kies dan gewoon om te gaan liggen. En dan nemen we de tijd om de ogen te sluiten. En even te kijken hoe het met ons gaat. We ademen een aantal keer goed door en we nemen de tijd om even echt goed te voelen. Hoe voel je je vandaag? Hoe voelt je lichaam aan vandaag? De ademhaling is nog steeds door de neus. Probeer zoveel mogelijk te ontspannen in je schouders, ook in je gezicht. Je handen zijn helemaal ontspannen. En je neemt de tijd om bewust te zijn van de beweging van je borstkas. Met elke ademhaling voel je hem op en neer deinen. Probeer dit bewust mee te maken. Als je ligt, kom dan zitten. En dan gaan we de beweging aan de ademhaling koppelen. Dus we brengen de handen naast de heupen. En op de inademing brengen we de armen omhoog. Je blik mag ook mee omhoog komen. En op je uitademing breng je armen naar beneden. En je blik komt ook omlaag, richting je voeten. Op je inademing komen de armen omhoog. En op je uitademing terug richting de mat. Adem in, armen komen omhoog. Blik komt omhoog. En adem uit richting de vloer. En ook je blik komt omlaag. Nog één keer adem in, armen komen omhoog. Vingers richting het plafond en dan brengen we de schouders laag. Plaats je linkerhand in de mat. Je rechterhand komt over het hoofd heen. En dan voelen we een strek aan de rechterzijde van het lijf. Blijf omhoog wijzen en probeer niet te veel in te zakken. Het gaat echt om de lengte. Adem hier. Heel goed, adem in. Beide armen komen omhoog en adem uit de andere kant op. Dus weer die lengte. Deze keer is de focus aan de linkerzijde, de lengte aan de linkerzijde. Adem hier. En dan adem in, beide armen omhoog en op je uitademing
plaats je linkerhand achter in de mat. En de rechterhand aan de buitenkant van je linkerknie. Kijk over je linkerschouder weg naar achter. En adem door. Heel goed, adem in, beide armen komen omhoog. En adem uit de andere kant op. Kijk over je schouder weg naar achter. Adem in, beide armen komen omhoog. En dan op je uitademing plaatsen de handen op de mat. En dan lopen de handen door naar voren. Verzachting richting de vloer. Misschien wil je je voeten net wat anders neerleggen, zodat je goed over je benen heen kan komen. En probeer dan zacht te worden in je schouders, in je nek. Heel goed, loop je handen naar links. En dan voelen we een strekking aan de rechterzijde van het lijf. Adem door. Heel goed, terug naar het midden. Verzacht richting de mat. En loop je handen dan door naar rechts. Weer een strekking, deze keer aan de linkerzijde. Ontspanning in je nek. En loop je handen dan terug. Naar het midden. Verzachting richting de vloer. Op je volgende inademing loop je handen richting je lijf en komen we opnieuw zitten. Neem even de tijd om goed te voelen. Je centrum, de aarde in de mat. En dan plaatsen we de handen op de knieën. Begin met het maken van kleine cirkels met je bovenlijf over je benen. En maak de cirkels dan steeds groter en groter en groter. Voel je vrij om hier groot te bewegen, misschien zelfs wel een beetje te overdrijven. En ook je nek en misschien je schouders mee te nemen in de beweging. En dan nemen we het de andere kant op. Neem hem helemaal door naar de andere kant en nog steeds groot. Misschien zelfs wel groter als daarnet. Voel je vrij om vrij te bewegen. En dan gaan we steeds een klein stukje kleiner. Neem je tijd om de overgang langzaam te maken van de snelle grote beweging naar kleiner, langzamer en dan uiteindelijk helemaal terug in het midden. Neem je tijd om het midden te voelen. Adem een aantal keer door. En dan op je inademing komen de armen omhoog. En op je uitademing komen de handen en ook je knieën in de mat. Handen en knieën. Je handen zijn onder je schouders en je knieën zijn onder je heupen. Alle 10 je vingers zijn goed gespreid en we maken goed contact met de mat. Op je inademing neem je blik omhoog en maak je rug hol. En op je uitademing neem je blik richting je navel en maak je rug bol. Adem in, maak hol, kijk op. En uit. Richting je navel, maak bol. In, hol, kijk op. En uit, bol. Op je eigen ademhaling, op je eigen ritme.
Laat de ademhaling leiden in de bewegingen, niet andersom. Het is dus je ademhaling die de ritme aangeeft. Inhol. En uitbol. Nog één keer. En dan komen we terug in het midden. En dan lopen we de handen naar voren. De billen blijven boven de knieën. En dan laten we de borst naar beneden zakken. Richting de vloer. Adem rustig door hier. Misschien ben je niet bij de vloer. Misschien moet je je ellebogen in de mat plaatsen. Misschien is het eer je voorhoofd dat richting de mat komt. Het is allemaal oké, zolang we de borst richting de mat blijven bewegen. Alle 10 de vingers in de mat. De hele onderarm in de mat. En ook je ellebogen komen in de mat. En dan schuiven we door naar voren op de buik. De elleboog zijn onder de schouders en je borst is gelift. Misschien wil je kin ook liften om ook een strekking te voelen in je keel. Je armen trek je als het ware naar je toe en we zijn actief van top tot teen. De wreven van je voeten, die reik je bij je weg waardoor je knieën wellicht opliften. Misschien wil je de strekking wat versterken en dan kan je de hielen van je voeten richting je billen brengen. Blijf doorademen. En verzacht richting de vloer. Glij je handen door naar achter tot naast je ribben. Maak goed contact met de mat. Ellebogen zijn richting het lijf. En dan op je inademing lift je je borst vanuit je onderrug. Dus als je handen oplift, blijf je op hetzelfde punt. De kracht komt van achter. Adem hier. En verzacht. Dan brengen we de handen tot naast de mat. Met je handpalmen in de mat. En dan brengen we de ellebogen omhoog. En opnieuw ademen we in. En deze keer mag je je armen helemaal lang maken, helemaal gebruiken, maar je schaambeen blijft op de vloer. Adem hier. Ontspan in je billen, in je benen. En kom richting de mat. Handen tot naast je ribben. Druk in de mat en kom tot terug op je knieën. En kom dan door naar achter met je billen. Richting je hielen. Je voorhoofd komt richting de mat en we verzachten richting de vloer. Adem een aantal keer hier. Ontspannen. Richting de vloer. Je knieën blijven naast elkaar. De armen blijven actief. We laten de ellebogen niet richting de mat komen. Breng je tenen in de mat. En dan liften we de knieën tot net boven de vloer. En vanuit daar strekken we de benen door richting onze eerste downward facing dog. Neem de tijd om je downward facing dog te lopen. Dus we buigen één knie en de ander strekken we om de hamstrings en kuiten nog wat op te warmen. Terwijl we dat doen, kunnen we wel vast focus brengen richting de handen. Alle 10 de vingers zijn goed gespreid en we maken goed contact met de vloer. Wellicht is er een lichte buiging in de ellebogen. De schouders zijn weg bij de oren en de nek is ontspannen. Borst is richting de bovenbenen. Staartbeen is richting het plafond. En als je hamstrings en kuiten redelijk zijn opgewarmd, probeer de hielen richting de mat te brengen. Adem hier. Heel goed, breng je knieën dan terug richting de mat. En loop je handen terug naar voren. Je billen
blijven boven je knieën en je borst komt opnieuw richting de vloer. Adem hier. En breng dan je ellebogen in de mat, je hele onderarmen in de mat. En dan komen we door naar voren, plat op de buik, terug richting de swingshouding. Ellebogen onder de schouder, borst is gelift, kin is gelift. Benen bij ons weggestrekt en misschien voel je de ruimte om de hielen richting de billen te brengen. Adem door. En breng je benen dan terug in de mat. En breng je handen door naar achter tot naast de ribben. Komen we voor cobra. Inademen, lift je borst vanuit de onderrug. Dus als je de handen oplift, gebeurt er niks. Benen bij je weggestrekt. En adem uit richting de vloer. We drukken in de handen, komen terug richting handen en knieën. En vanuit daar brengen we de billen naar achter richting child pose. Adem een aantal keer in child pose. En dan brengen we de tenen in de mat. En dan liften we de knieën van de mat vandaan. En brengen we de benen lang. Voor downward facing dog. Als je nog wat moet bewegen, voel er dan de ruimte voor. En vind dan verstilling. Buig je knieën, kijk tussen je handen en loop je voeten dan richting je handen voor een vooroverbuiging. In de vooroverbuiging nemen we de tijd om helemaal los te laten in de schouders, in de nek en in de onderrug. Je mag best flink in je knieën buigen, zodat je helpt om te ontspannen. Misschien vind je het fijn om licht heen en weer te wiegen. Voel daarvoor dan de ruimte. Je hoofd mag je zwaar laten worden. En dan komen we terug in het midden. En dan komen we langzaam werveltje voor werveltje omhoog richting een staande houding. In, breng je schouders richting je oren en adem uit, rol ze weg naar achter. Adem in, richting je oren en uit, terug naar achter. Je voeten zijn op heupbreedte uit elkaar, we maken contact met de vloer. Je benen zijn actief, maar je knieën staan niet op slot. Je staartbeen is in, je navel is in en je borst is trots. Er is ruimte in je borst. En dan op je inademing brengen we de armen omhoog richting het plafond. Adem uit, kom door je benen heen en je armen door naar beneden. En maak contact met je handen op de mat. Buig je knieën zoveel als nodig. En dan plaatsen de linkerhand in het midden voor de voet en de rechterarm komt omhoog. We twisten open. En dan rechts in plaats van links. Links komt omhoog. En dan twisten we open. De knieën blijven op dezelfde lijn. Adem uit, handen terug richting de mat. En stap je rechterbeen dan door naar achter. Je knieën en tenen komen plat op de mat. Adem in, armen komen omhoog. En adem uit, open de schouders, open de borst, je blik komt omhoog. Adem in, armen komen omhoog. En op je uitademing komen je handen terug richting de mat.
Je linkerbeen komt door naar achter. Handen en knieën. En dan brengen we de rechterarm omhoog. En dan brengen we de rechterarm onder de linkerarm door. Schouder op de mat. Adem een aantal keer hier. Je heupen blijven op dezelfde lijn. En dan drukken we in de linkerhand. Brengen we de rechterarm omhoog richting het plafond. En daarna terug in de mat. Je linkerarm komt omhoog richting het plafond. En op je uitademing brengen we de linkerarm onder de rechterarm door. Je heupen blijven op dezelfde lijn. Adem door. En dan drukken we in de rechterhand terwijl we de linkerarm opnemen richting het plafond. En daarna richting de mat. Voel de mat. En stap dan je rechtervoet door naar voren tussen de handen. Op je inademing brengen we de armen omhoog. En op je uitademing brengen we de armen door naar achter. Openen van de schouders, openen van de borst. Je blik komt omhoog. En adem in. Armen komen omhoog en uit richting de mat. We stappen de linkervoet naast de rechtervoet voor overbuiging. En dan zijn we even hier. Adem hier. Heel goed. Buig de knieën. Kom helemaal door richting de mat. Je benen komen lang uit op de mat en wij komen liggen op de rug. Je voeten zijn wat breed uit elkaar. Je schouders zijn weg bij de oren. De handpalmen zijn open. Neem de tijd om even de mat te voelen. Contact met de aarde. Rustige ademhaling in en uit door de neus. Heel goed, breng je knieën dan langzaam richting je borst. Geef jezelf een goede knuffel. Misschien vind je het lekker om een beetje heen en weer te wiegen. Of misschien hou je het liever stil. Is ook oké. En als jij er dan klaar voor bent, strekken we armen weg. En dan laten we de knieën naar links vallen, terwijl we de blik mee naar rechts nemen. Voor een ontspannen twist. Adem hier. Als je de twist wat weer verdiepen, kan je je knieën wat hoger optrekken. En als je wat minder intens wil maken, breng je ze juist door naar beneden. Je schouders blijven in contact met de mat. De ademhaling blijft rustig en ontspannen. Heel goed, adem in, knieën richting je borst. En adem uit de andere kant op. Dus je knieën komen nu naar rechts, terwijl je blik naar links komt. Schouders zijn ontspannen richting de mat. Kijk dan voor jezelf of je knieën hoger of lager wil brengen. Dit is de andere kant. Dus het zou best kunnen dat die heel anders aanvoelt en dat je meer ruimte moet pakken voor jezelf. Of dat er juist meer te twisten valt aan deze kant. Neem de tijd om het mee te maken. Te ervaren. En dan komen we terug naar het midden. Knieën richting je borst. Misschien wil je nog wat heen en weer wiegen. Voel daarvoor de ruimte. Misschien wil je been nog even uitstrekken, even shaken. Doe wat goed voelt, doe wat je nodig hebt. En kom dan naar de eindontspanning. Als je er klaar voor bent. In de eindontspanning zijn de benen het liefst bij je weg. Maar misschien
Is het voor jou fijner om je voetzolen in de mat te plaatsen? Probeer het alle twee uit en kijk wat het beste voor je werkt. Tenen vallen naar buiten, voeten zijn op matbreed of misschien zelfs wel wijder uit elkaar. Handpalmen zijn open, armen zijn weg van het lijf. Ogen zijn gesloten. En dan geven we onszelf de ruimte om los te laten. Adem een aantal keer goed door. En vind ontspanning. Ontspanning en versmelting richting de mat. Laat alle beweging, alle ademhaling die we net gevoeld hebben en ervaard hebben, even goed tot je doordringen. Geef jezelf de ruimte om hier even helemaal niets anders te doen dan gewoon te zijn. Compleet ontspannen en relaxed. Even helemaal niets. Als je nog langer hier wil blijven, voel daarvoor dan de ruimte. Maar als het genoeg is geweest, dan komen we weer in beweging. Vergeet niet om jouw yoga sessie af te sluiten met jezelf bedanken. Dank jezelf voor de yoga, voor de ruimte die je zelf hebt gegund. En dan bedank ik jullie ook. Bedank jullie voor het feit dat jullie hier toch weer waren. Ook op deze manier. Dank jullie wel. Om Namah Shivaya. Namaste. We hoeven wel de ruimte om nog even lekker te blijven liggen. En dan zie ik jullie de volgende keer.